Wij zijn vandaag te gast in het ziekenhuis met Paulien Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantijn, en Henk Heene. En Henk is altijd leidinggevende geweest in de zorg, want Nederland vergrijst. En Henk Heene, die heeft er een boek over geschreven, want we gaan met voorzorgcirkels werken. Vertel er eens iets meer over. Ik was aan het nadenken over hoe komen we nou aan vrijwilligers voor zorgbehoeftige ouderen. Want we hebben in Nederland een groot tekort aan vrijwilligers. Dat wil zeggen dat in een straat of een wijk waar mensen dicht bij elkaar wonen, op loop- en fietsafstand, dat daar bijvoorbeeld 6, 7, 8 gezonde vitale ouderen, een aantal zorgafhankelijke ouderen in die straat gaan helpen. Op allerlei manieren. Dat kunnen zijn kleine klusjes. Het kan zijn dat iemand gezelschap gaat houden bij een zorgafhankelijk iemand. Het kan zijn dat iemand regelmatig even langskomt om te kijken of het nou goed gaat met het medicijnen innemen. Kortom, allerlei klusjes waar de huidige professionele zorg niet meer aan toe komt, omdat daar een gebrek is aan professionals, aan verzorgenden. En de vergrijzing ondertussen enorm hard toeneemt. En dat leidt dus tot het probleem dat we straks, als we niks doen, dan is er een groot tekort aan zorg voor zorgafhankelijke oudere mensen. En dat idee, dat heb ik voorzorgcirkels genoemd. Ja, ik ken Henk al eigenlijk zo lang als dat ik hier werk, dus dat is een heel aantal jaar. En Henk heeft me enorm geïnspireerd door niet de nadruk te leggen op wat de zorg meer zou moeten gaan doen, maar om de verbinding te leggen tussen wat de zorg nog kan doen en moet blijven doen, maar wat er gelinkt kan worden aan wat anderen ook nog kunnen doen voor zorgbehoeftige mensen. En die voorzorgcirkels sluiten natuurlijk heel mooi aan op wat de wijkverpleging medisch inhoudelijk, zorginhoudelijk natuurlijk doet voor ouderen. We gaan dus eigenlijk terug, een beetje terug naar het verleden, hè? Want vroeger had je allemaal buren die... Ja. Er voor elkaar waren. De boeren die hielpen elkaar, de boerinnen, de kinderen gingen werken bij de ander. Ja, wat je natuurlijk graag wil is dat mensen naar elkaar omkijken. En zoals Henk dat ook heel mooi zegt in zijn boek, namelijk als je gezond bent en je kijkt om naar elkaar, dan zullen er straks ook anderen zijn die als jij het nodig hebt ook weer naar jou omkijken. Een aantal jaar geleden was je bij Pantijn in de zorgcentra toch gemiddeld nog 5 jaar. Dan kwam je naar het zorgcentrum en dan was je daar gemiddeld 5 jaar. Nu ben je er gemiddeld minder dan 6 maanden. Dus dat is een enorme verschuiving. En dat wil niet zeggen dat mensen minder lang zorg nodig hebben. Maar die zorg vindt gewoon thuis plaats. Dus het wordt veel meer een soort samen kijken wie er wat kan doen. Ja. Dan dat het alleen maar gaat, er is iets nodig, dus we bellen de wijkverpleging. Ja. Dat betekent dus dat we collectieve vormen van hulp- en steunstructuren moeten bouwen om de zorgafhankelijke ouderen met elkaar afspraken maken om elkaar te gaan helpen. Het is heel simpel, vraag en aanbod een beetje op elkaar afstemmen. Welke vragen leven er in de straat, in de wijk, wat betreft de zorgafhankelijke ouderen, en welke hulpaanbod kan iedereen bieden? En wij inventariseren ook steeds wat de gezonde vitale ouderen te bieden hebben. En we inventariseren bij de zorgafhankelijken waar ze graag hulp en steun willen hebben. Want ook die mantelzorger die zijn of haar partner verzorgt, die redt dat niet meer in zijn eentje. Want iemand die 4 jaar geleden in het verpleeghuis bij Paulien zat, die zit nu thuis. En die blijft waarschijnlijk zo ongeveer tot het einde van zijn of haar leven thuis. En dat is de reden dat heel veel mantelzorgers ook overspannen raken. Want dat is gewoon een zware taak. En dat moet je met elkaar gaan doen, in een collectief verband. En dan moet je afspraken over maken dat gezonde vitale ouderen zo iemand gaan steunen. En dan kan die mantelzorger gewoon zijn of haar taken wel blijven doen, maar niet meer in de omvang zoals dat eigenlijk gevraagd wordt op dit moment. En Henk, zijn er al projecten? Er zijn inmiddels voorzorgcirkels ontwikkeld. We hebben wel heel veel pech gehad, want door de coronaperikelen hebben we 2 jaar lang bijna niets kunnen doen. Tussen de tweede en derde lockdown hebben we een aantal bijeenkomsten kunnen organiseren. En direct na de derde lockdown, toen dat voorbij was, toen zijn we aan de slag gegaan, hebben we bijeenkomsten gehouden in alle dorpskernen van de gemeente Land van Kuik. En dat heeft ertoe geleid dat wij bijvoorbeeld in Kuik, in een appartementencomplex van Mooiland, 60 flat-eenheden hebben we nu 4 zorgcirkels ontwikkeld.
Verder is een afgeleide van voorzorgscirkel is ontwikkeld in de gemeente, in de dorp Vierlingsbeek. Daar hebben burgers zelf het initiatief genomen, nog los van het hele project. En zo worden er allerlei initiatieven op dit moment in de verschillende dorpskernen ontwikkeld. Ja. Zeg Paulien, en hoe staat de wijkverpleging daar tegenover? Ja, die zijn eigenlijk heel blij. Ja? Want je ziet natuurlijk dat door de druk op de zorgverlening wijkverpleegkundigen niet meer alles kunnen doen. Maar een wijkverpleegkundige heeft natuurlijk in haar hart dat ze iemand wil helpen, ja, en goede zorg wil geven. Dus de mogelijkheid van het oprichten van voorzorgscirkels helpt die wijkverpleegkundige om toch iets voor een inwoner te doen of te laten gebeuren, terwijl ze dat zelf niet altijd meer kan doen. Wat ik zou willen benadrukken is dat het denken zoals Henk dat nu bij ons introduceert, dat we echt met z'n allen moeite zullen moeten doen om dat verder uit te dragen. En het mooie dat je nu al ziet dat als dat dan gebeurt, dat mensen ook zelf initiatieven nemen. Dus ik draag dit ook binnen Pantijn uit, niet alleen bij de wijkverpleging, maar ook gewoon in het ziekenhuis en in de zorgcentra. Weet wat er mogelijk is, ja, want ook medisch specialisten is het van belang dat zij ervan weten dat iemand thuis daar ook gebruik van zou kunnen, ja, maken. En dat geeft ook zo'n medisch specialist handvaten om iemand verder te helpen dan alleen die medisch specialistische zorg waar iemand voor komt. Maar ik heb nog iets anders te zeggen, Tom. Ja. En dan kijk ik even in de camera. Ik wil tegen alle gezonde vitale ouderen, levend in de nieuwe gemeente Land van Kuik, een oproep doen om eens goed met elkaar in gesprek te gaan, heel dichtbij in je eigen buurt, in je eigen straat, in je eigen wijk, om te kijken wat we kunnen met elkaar, om elkaar te helpen. Want als we die sprong niet maken met elkaar, dan krijgen we opgestapelde ellende, want dan ziet het er gewoon niet goed uit. We zullen elkaar moeten gaan opzoeken en kijken wat we met elkaar meer kunnen dan ieder voor zich.